Goedenavond, het is zaterdag 14 maart en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Burgemeester Lodink van Terneuzen overweegt maatregelen te nemen om de toestroom van Belgen naar Zeeuws-Vlaanderen tegen te gaan. Lodink heeft de indruk dat Belgen nu massaal de grens oversteken naar Zeeuws-Vlaanderen om daar hun vertier te zoeken. Want in België zijn de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan veel strenger. Zo zijn restaurants en cafés allemaal dicht. Alles is open, alles. En bij ons is alles gesloten. Eigenlijk had u verwacht dat het dicht zou zijn. Ja, ik had dat verwacht, ja. Zeker weten. Dan is België hier precies naast de deur. Daar zijn de regels veel en veel strenger. Ja, hoe komt dat dan? Europa is geen één, hè, dan? Mijn vraag is, al die landen zouden moeten één zijn, hè? We zijn op weekend met vriendinnen, was al lang afgesproken, dus we wouden dat niet laten wegschieten. Hebben jullie het erover gehad van wat te doen? We hebben het er eventjes over gehad, maar we hebben gewoon gezegd van ja, we nemen wat zeep en zo mee. Allee, niet van elkaars glazen drinken. En dat is het. Jullie gaan gewoon straks een terrasje pikken, wat eten? Ja, zeker, zeker. Dat doen we zeker. Het heeft zich toch al een beetje verspreid. We zitten toch elke dag allemaal samen. Ik heb tot gisteren ook gewerkt allemaal samen. Dus hopen op het beste, hopen dat het snel over is. En ik snap de maatregelen wel, maar het is natuurlijk jammer. Ja. Een van de maatregelen die Lodink overweegt is het afsluiten van parkeerplaatsen. Om zo het aantal Belgen dat naar Nederland komt terug te dringen. Ziekenhuis Zorgzaam heeft de eerste twee coronapatiënten opgenomen. Het gaat om twee patiënten van boven de 70. Met een van hen gaat het nu alweer zo goed dat hij naar huis kon. De tweede patiënt wordt verpleegd op een isolatiekamer op de longafdeling. Die patiënt is niet ernstig of levensbedreigend ziek. Strikte isolatie voor deze patiënt en strengere maatregelen voor het hele ziekenhuis. Alleen dringende doktersafspraken gaan door en patiënten mogen maar één bezoeker per dag ontvangen. Anders dan net over de grens in België, waar ziekenhuizen al het bezoek weren. Wij houden ons aan de Nederlandse afwegingen. Zo simpel is het. Maar wat vindt u? Zou u niet wat rigoureuzer de boel willen sluiten hier? Ik conformeer me aan wat we in Nederland hebben afgesproken op dit punt. En die maatregelen zijn overigens ook al fors. De protocollen voor de opvang van grote aantallen patiënten liggen inmiddels klaar. Dat wij afdelingen kunnen in aparte isolatie zetten. Dat wij ook extra beademingsbedden kunnen opendoen. Dus we hebben daar ganse protocollen voor. We zijn volop in voorbereiding om dat allemaal in stelling te brengen. Om zo maximaal mogelijk patiënten vanuit Zeeuws-Vlaanderen en omgeving te kunnen opvangen. We werken in regionaal verband. Dus of we opschalen, dat bepalen we met elkaar. En dat kan betekenen dat er ook bijstand is van andere regio's voor ons. Dus dat patiënten kunnen uitplaatsen als we opgeschaald er niet meer aan kunnen voldoen. Maar ook dat er patiënten van andere regio's naar hier komen, omdat daar de capaciteit op is. De Zeeuwse ziekenhuizen hebben nu allebei te maken met besmettingen. Bij het ADRZ nog geen patiënten. Wel blijkt vandaag een tweede medewerker besmet. Het is een kwestie van tijd voor we ook de eerste besmettingen zullen zien bij andere zorginstellingen. Bij de verpleeghuizen bijvoorbeeld of de gehandicapteninstellingen. Iedereen is waakzaam en bereidt zich voor op veel meer besmettingen. Heeft u niet bij uzelf gedacht, NL, doe maar even niet vanwege het coronavirus? Geen moment, als ik heel eerlijk ben. Gewoon doorgaan? Hey, ja. Hugo Verkerken uit Zonnemere was een van de vrijwilligers die vandaag meehielp met onderhoudswerkzaamheden aan de stoomsleper Dockyard in Bruinisse. Dat gebeurde in het kader van de vrijwilligersactie NL Doet. Al had dat evenement opgeroepen om het niet door te laten gaan. De meeste vrijwilligers zegden ook in Bruinisse af. Maar initiatiefnemer Alexander Rockven vindt dat hij een goede keuze heeft gemaakt. Ik hoop dat een heleboel vrijwilligersorganisaties toch ook doorpakken in de komende weken. Want dit is een perfecte manier om vrijwilligers te werven. Ook voor ons. En ik hoop dat de mensen, de nieuwe potentiële vrijwilligers, zich niet al te veel laten bang maken. Want dit is van de brandstofpomp, dus die moet ons gaan voorzien van de juiste hoeveelheid brandstof. Hoewel de opkomst van het aantal vrijwilligers tegenviel in Bruinisse, is de Dockyard klaar voor zijn volgende vaart. Heel veel sportwedstrijden en evenementen gaan voorlopig niet door vanwege het coronavirus. Toch trainde deze kleine groep atleten vandaag in Vlissingen.
Het is wel belangrijk natuurlijk om dat op een verstandige manier te doen. Dus waar we normaal gezien elkaar een hand zouden geven, dat doen we nu natuurlijk niet. En blijven op gepaste afstand en zoeken we ook geen grote groepen op en zo. Maar buiten dat denk ik dat het gewoon heel goed is om wel een rondje te gaan rennen. De groep traint voor de 60 van Walcheren, de eerste Zeeuwse ultraloop die volgende week gehouden zou worden. Maar ook dit evenement is geschrapt. Wat lekker! We hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt om het evenement goed in de stijgers te zetten. En dat is nu helemaal in het water gevallen wat dat betreft. Vader hoopt dat de 60 van Walcheren, waaraan meer dan 100 atleten meedoen, over een kleine 2 maanden gehouden kan worden. We zetten nu in op mei. We hopen dat we dan, dat het coronavirus dan uitgewerkt is en dat we over de piek heen zijn en dat we dan weer plannen kunnen gaan maken. Een definitieve datum is er nog niet. Tot die tijd is het afwachten, maar wel blijven trainen om in conditie te blijven. Het was een komen en gaan van wolkenvelden en zonnige perioden met vrij veel bewolking in het begin en een spatje motregen, maar toen kwam de zon aan de beurt. En misschien is er vanavond weer wat avondrood als het deel zeer opklaart. Want er zijn wel een paar opklaringen vanavond en vannacht, maar dat zijn er niet veel. De lucht wordt iets vochtiger en soms kan er een beetje regen of motregen vallen. Minimumtemperatuur 6 à 7 graden. Morgen beginnen we tamelijk bewolkt, maar met een matige tot vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind waait het ook een beetje open. In de middag zijn er soms brede opklaringen en het wordt 12 tot 14 graden maximaal. Dan passeert er maandagnacht een klein front met wat regen. Overdag klaart het goed op, maar met een noordwestenwind is het iets minder zacht. Dinsdag en woensdag zijn wel vrij zachte dagen, met middagwaarden tussen de 12 en de 15 graden. Na woensdag trouwens, dan wordt het frisser, omdat de wind dan gaat draaien naar het noord tot noordoost. En tot zover voor vandaag. Straks ben ik bij u terug met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van afgelopen week. Dus graag tot zo.